allemaal. Het is inmiddels vrijdag. Amber staat daar. Zo, daar. Ja, spiegelbeeld. Ik heb net nog heel even gauw met een kleine handelconstructie in mijn kast van gisteren een stukje opgenomen. Want daar ben ik gisteren niet meer aan toegekomen na het wassen van de dekens. Vandaag gaan we gewoon... Tenminste, er staat niet heel veel op het programma. Maar ik ga even een klein rondje buiten met Amber om de spierpijn eruit te draven. En dan gaan we ook de staartwassen invlechten. Ik zal even laten zien. Ze hebben ook een stukken neus, dus daar moet ik ook even wat aan doen. Ze loopt met een grasmasker. Maar ik denk dat ze zich eraan bezeerd heeft. Maar de staart is nog een stukje erger. Oh, blijf even. Zeg maar, dit is de situatie. Dus ze hebben hem nogal stuk gemaakt. En de neus, ja, het is niet heel, maar het is ook niet zoals het hoort. Dus ik ga even mijn spullen pakken, Amber poetsen. Klop ondertussen weer naar achteren. En dan gaan we lekker een rondje buiten. En als we terugkomen, gaan we Amber staart wassen. Ik zal kijken of ik onderweg een stukje kan filmen. Ik heb geen garantie, want ik weet niet hoe Amber zich gedraagt. Het is nog steeds oefening bij kunst om een rondje buiten te kunnen draven. Maar ik ga gewoon alsnog eigenwijs met een appelbitje rijden. Gisteren op wedstrijd reed ik meer deze. Bellhameltje. Die wordt ook weer gewisseld voor de springles. En voor zondag ga ik denk ik ook weer springen. Voor een gewoon watertrenchje. En dan willen we een beetje afwisselen. En dan zie ik jullie of onderweg. En anders na het rijden weer. Amber en ik zijn er helemaal klaar voor. We rijden vandaag in het bruin en oranje. En dan, ik heb nog even mijn haar in een staart gedaan onder mijn cap. Net zo makkelijk vind ik dat. En dan zie ik jullie zo weer. Ze hebben gelukkig geen last van de rondjes zo. Die zitten ver onder. Dus dat gaat allemaal goed. En dan zie ik jullie zo weer. Goedemiddag allemaal. Het is ondertussen een uur of één. En het is vandaag weer zaterdag. Ondertussen ben ik even stal aan het openmaken. Ik ga zo heel even uitmesten, twee stalletjes. Mijn moeder heeft er al één gehad en ik doe de andere twee. En is vandaag weer een buitenritje met Amber. Ja, op zich niet heel veel bijzonders. Als het goed is ga ik eens deze week, want het is Pinksterweekend... Even onder de kast heen hoor. Ga ik mijn kast herinrichten. En dan is het even kijken hoe ik dat precies ga doen. Want ik moet ook nog even een nieuwe plastic bak kopen. Van die doorzichtige die je gewoon bij de Action hebt. Lekker makkelijk. En dat is het dan. Ik zal jullie even gauw laten zien welke stal ik moet doen. Daar kom je gewoon de stal binnen. Ik heb hier al een kruiwagen staan. Omdat mijn moeder die stal al heeft gedaan. Dit is de stal van Amber. We doen vandaag alleen de drollen. En dit is de stal van Evando, dat is mijn moeders paard. En die is wel heel netjes en die doet alles gewoon in één hoek. Voor de rest heb ik niet echt nieuws op zich. Masseur is maandag wel geweest. Maar dat is het dan ook wel. Maar dan ga ik nog even uitmesten en kijken of ik deze schoon kan krijgen. Ondertussen ben ik mezelf alweer klaarmaken. Ik heb Amber net gepoetst. Ik heb mijn haar alvast vast. Ik zal nog even vertellen wat de masseur allemaal had gevonden. Niet heel veel bijzonders ofzo. Maar het was wel dat ze bij de rechter schouder wat vast stond. Dat was niet extreem, maar ze had wel last van bij het losmaken. Maar dat is normaal natuurlijk. En ze had in haar bekken... Amber kan tot schermen van nature de bekken naar zich toe, dus dat ze echt blijft zitten. En daardoor kan ze ze heel moeilijk oprekken. Dus dat ze eigenlijk een holle rug maakt. Dus ze loopt eigenlijk van nature al met spanning in de lijf. Wat niet erg is, alleen je moet ook wel de andere kant op kunnen nog. En dat gaan we dan nu proberen te trainen. En de masseur komt de 22e weer terug. Want dit is natuurlijk niet op te lossen met alleen training, omdat ze het al zo lang heeft. Ze had er wel echt last van om het los te laten maken. En voor de rest, ja, ze is
stond niet echt vast in de rug. Omdat ze zo gestaakt waren we bang dat ze vast zat in de rug. Daar was gelukkig niks gevonden. Ook geen gevoeligheid of iets dergelijks. Helemaal niks. Wel alles gewoon helemaal losgemaakt. De hele lijf. Maar ja, we gaan nu gewoon lang laag trainen. Dus een beetje westernachtig. Ze moeten eigenlijk zo erg over de grond gaan met haar neus. Dat ze echt de hele bovenlijn oprekt. En dat doet ze dus niet. Ze kon voorheen ook helemaal niet hals trekken. Nu dus wel. Was dit niet goed? We zijn verder. En ja, dus we gaan dat nu trainen. En de masseur komt dan ondersteunen. Die gaat ook lessen geven als het goed is weer als ze tijd hebt. Omdat ik terug ga naar privélessen. En dat staat me toch iets meer aan. En ik heb het idee dat het ook beter gaat. En dan ga ik proberen ook zo goed mogelijk af te wisselen. We gaan... Ik denk, hoe zat het nou? Volgens mij volgend weekend of over 2 weken gaan we naar de oefencross van Dijkgraaf Bos. De week daarna gaan we de echte cross rijden bij Dijkgraaf Bos. En de donderdag daarna hebben we alweer regiokampioenschap springen. Ik heb toch besloten mee te doen. Dat is ook bij Beukers. Dijkgraaf Bos is in Wieringerwerf. Bij Wieringerwerf, in Wieringerwerf. Ik weet niet echt wat het is. En dan gaan we ook kijken hoe dat allemaal gaat. Voor de eerste keer crossen van Amber weet ik niet hoe zij dat doet. Ik weet wel dat ik het nooit heb gedaan. Amber deed in Amsterdamse Bos die paar hindernissen die we toen deden wel heel braaf. Maar dat is het dan. En dan zie ik jullie zometeen nog op buitenrit, hoop ik. We zijn minder lang onderweg geweest dan vorige week. Vorige week ging ik ook weg en toen kon ik dus niet filmen. Deze week kon ik dus wel filmen. Dat betekent dus ook dat Amber een keertje een beetje rustiger was. Ja, de molen stond deze keer ook niet aan, dus dat helpt ook wel. Er lag geen boot bij waar je hem te water kan doen. Maar op zich vind ik dat ze daar uiteindelijk ook gewoon langs zou moeten gaan. Maar goed, als ze dat nu nog niet doet, dan niet. Maar ik ben wel tevreden. We hebben een heel stuk langer gegaan. En we zijn toch minder lang onderweg geweest. Puur omdat ik had nu wel een deel omgedraaid. Dus dat ik eerst de straat had die ze gewoon doet. En daarna pas de brugjes. Want de brugjes vindt ze nog best wel spannend. Dus ik had gehoopt dat ze dan, omdat we naar huis gingen, dat ze er dan iets makkelijker overheen ging. Nou, dat is ook wel zo. Ja, ik ben echt wel tevreden. Ik heb ook echt wel lekker gereden. Ik kwam ook wel mensen tegen die zeiden dat je met een paard met hoefijzers in de gras kan moet. Nou, ik kan hem niet... kalkoen indraaien, want daar heb ik geen kalkoen gehad en ik ga niet in de graskap. Spijt me zeer, maar dat ga ik niet doen. Ik vind het risico te groot dat hij uitglijdt of dat hij zijn grip verliest. En dan kan ik natuurlijk ook gaan stappen in de graskap, maar daar ben ik eigenlijk ook niet van plan. Want ik vind gewoon dat hij rechtuit over de weg moet kunnen gaan. En dat vindt hij nu nog moeilijk. En ze vindt op zich de weg zelf niet eng, alleen het wegstaan van huis is eng. En daardoor... wordt het moeilijker voor haar om rechtuit te blijven gaan. Kijk, heb ik hier nog eens liggen. Maar uiteindelijk, ja, ik ben best wel tevreden. Voor de rest alleen maar vriendelijke mensen tegengekomen voor een keer. Scheelt me ook weer. Ik moet alleen nog even gaan uitvinden waarom Amber... ik weet niet of het echt bang is.
Maar ze gaat nooit zo makkelijk langs hardlopers en vissers, mensen die op een bankje zitten. Bankjes in het algemeen gaat ze ook niet makkelijk langs. Wandelaars zijn ook een grote ramp. Maar voor de rest gaat het wel goed. Dus ik heb geen idee hoeveel beeldmateriaal dit is. Dat zeg ik heel eerlijk. Morgen sta ik op de vereniging, dus dan ga ik niet vloggen. Amber heeft morgen dan ook vrij. Omdat ze dan... Want gisteren heeft ze dressuurmatig gelopen. Omdat ik wist dat ik dus morgen niet zou kunnen rijden. En dan heeft ze morgen gewoon vrij. En maandag loopt ze weer. Dus dan was dit de vlog voor deze week. Ik hoop dat ik hem een beetje op tijd kan editen. En dat alles goed loopt. En dan, ja. Dan zie ik jullie als het goed is weer volgende week. Als het goed is ga ik volgende week wel kunnen springen. Ik ga nog even een planning maken. Ik heb ook sinds kort een plankje staan. Ik ga nog even het magneetje. Er zit een magneetje bovenin. Die ga ik er nog even uithalen. En dan kan ik hem als het goed is gewoon... Dit is zeg maar de deur. Kan ik hem gewoon zo ophangen. En dan hoop ik dat dat werkt. En anders dan ga ik toch mijn kast opruimen. Maar dan zien jullie mij als het goed is weer volgende week. Doei!